gisteren de keuring gehad en daar heb ik eens een proef gereden. Ja, klopt. Ja, keuring was toch wel even iets anders dan wat wij gewend zijn hier bij Via Wedstrijd. Toch wel wat meer regeltjes en zaken waar we moesten voldoen. Maar toch, de jongens van 4x4 hebben alles voor elkaar gekregen. Gisteren eventjes een korte shakedown gehad van 10 kilometer denk ik bij elkaar. Eventjes het gevoel gekregen met de auto en het gaat goed. Eerste kennismaking met het digitale roadbook. Dat was wel even spannend in het begin, moet ik zeggen. Want je weet niet waar je aan toe bent. En je krijgt de route pas eigenlijk kort van tevoren. Dus dat was in het begin eventjes wennen. Ook op de verbinding van hoe krijg ik het nou aan de praat. En hoe ga ik weer naar het volgende plaatje. Maar dat ging eigenlijk prima. Je bent acht kilometer proloog zit erop. We hebben nog geen tijden, maar hoe denk je dat het gegaan is? Ja, het verliep eigenlijk best wel lekker. We reden, ik denk, in 5-6 kilometer op onze voorganger in. Dus daar hebben we eventjes achter gezeten. Ja, je merkt gewoon dat dit vergeleken met de vorige rally echt veel technischer is. Veel smallere paden. Het gaat omhoog, het is wat smaller. Het is afgrondjes hier en daar. Wat meer stenen, wat meer glijden. Dus het is wel echt heel erg inkomen weer. Maar de auto voelde goed, de trein voelde goed. En je merkt eigenlijk wel dat je binnen deze 8, 9, 10 kilometer zeg maar, dat je ook wel weer in je wedstrijd komt, zeg maar. Dus het belooft veel goed voor de rest van de week. Ja, in de open klasse, het verhaal is bekend. Samen met Dave, dat kan misschien wel een leuk duel worden. En een aantal, dat hebben wij dan wel gezien, echt snelle SSV's nog ertussen ook. Ja, klopt. De open klasse is sowieso wat groter dan we in eerste instantie dachten toen we daarheen werden gezet. En er zitten echt wel wat serieuze deelnemers in. Dus eigenlijk is het toch alweer een leuke competitie onderling, zeg maar. Ja, en het is natuurlijk ook Dave kennen we, de Overlimit, de Polen kennen we. Dus zo heb je toch nog wel je eigen competitie, zeg maar. Dus dat wordt toch een spannende week, ja.